De Stichting Focus en het Informatiestudiecentrum Lelydorp organiseren een driedaagse Art and Craft Beurs. Kunstenaars van Wanica hebben de gelegenheid om hun kunstwerken tentoon te stellen of te verkopen. De beurs is vanmorgen officieel geopend door districtscommissaris Audrey Hankers. De DC is vol lof over het initiatief. Omdat er ook heel veel crafters en kunstenaars in ons district aanwezig zijn. En in samenspraak met Stichting Focus en de voorzitter van ISCL is besloten om deze crafters en kunstenaars bijeen te brengen om hun kunsten te tonen aan niet alleen de burgers van Wanica, maar voor geheel Suriname. Het geschiet altijd in Paramaribo, dus ik vind fijn dat ook die decentralisatiegedachte om kunst en kraaf ook te brengen naar de man. De secretaris van Focus, Rinja Roethoff, zegt dat de beurs helemaal past in het beleid van de stichting om fotografie in Suriname te stimuleren. Ze koos voor Wanica omdat het district een enorme groei doormaakt. Met name is de bedoeling van de kinderen die we hebben uitgenodigd van de scholen, we hebben de scholen uitgenodigd, doodeenvoudige reden is om van jongs af aan kinderen bekend te maken met kunst. Want zoals u weet, ja, kijk, ik doe ook wat aan kunst. Maar ik ben al wat een oudere generatie. En het is belangrijk om de jongeren te laten zien wat je eigenlijk kan bereiken met kunst. Heel veel kinderen zitten thuis te tekenen, zitten te schetsen, zitten te kleuren. We hebben een kleurwedstrijd voor kinderen van 4 tot 12 jaar bijvoorbeeld. De komende 2 middagen. En dan worden de prijzen uitgereikt. Belangrijk is dat de jeugd kennis neemt van wat er allemaal op kunst mogelijk is. En te zien dat je met kunst ook verder kunt. Ook internationaal kun je met kunst echt iets betekenen voor jezelf, maar ook voor je gemeenschap. De secretaris van Stichting Focus, Rinja Roethoff. Ze sprak over de driedaagse Art and Craft Beurs die vandaag is geopend te Lelydorp.